Corridor. Yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Multicraft. En ik ben het gegrepen door een skeleton, dus dat gaan we even beëindigen. En ja, oh god, ook nog creepers, geweldig. En ja, ik ben hier vandaag weer met Giordi en met Jeroen, dus ja. Hallo. Hallo. Ja, ik heb zin in vandaag, Ronald. En jij? Ik ook. Waarom heb ik capslok aan? Ik ben nou even al mijn torches aan het weghalen, aangezien ik gewoon wil dat dit een cave wordt waar ik mobs kan slachten. Ja, ik ben wel slim. Meneertje. Nou, ik ga eens even de plek opzoeken waar ik mijn huis ga bouwen, want ik heb voor de verandering een idee waar ik dat wil. En wat was je idee dan? Ja, dat zie je later wel. Ik wist het, verdomme. Hey. Oh, was dat nodig? Het spijt me zo. Maar mijn koeien zijn in mijn gang gegaan en ik moet nou even iets instellen. That's what she said. Nu komt Ronald weer met zijn opmerking. Altijd Ronald. Ja, altijd Ronald. Scumbag Ronald. Zo, hier is ook de plek waar ik ben begonnen. Ronald. Hier gaan we mijn huis bouwen. En die mongol gaat even cliffdiven, zo. Kutkoeien, kom. Dash, kom, set, home. Dash. Koetjes, kom. Huh? Wat is dit nou weer? Vreselijk. Sorry als jullie dat hoorden. Wat is er nu weer? Mooi zo, hè. Een Facebook bloem gebeuren. Oh. Fijn, eten pakken. Heb ik nog eten als het goed is. Wat is dat met al die vuile, vieze, vuile mobs hier? Moet je kijken, deze spinnen en spiders en iedereen is van de partij. Spinnen en spiders, dat is fucking zelf dat daar wat heb. Nee, die spinnen zitten die boom een beetje te humpen. Mijn god. Oh mijn god, waarom spannen dus... Doei. Oh god, over die pedofielen. Wat moeten jullie nou? Ja, bounced af niet, bitch. Ga gewoon dood, man. Of ik stop een aardappel in je reet, is dat duidelijk? Mongols ook altijd. Past dat? Wat? Of heb... Hallo? Oké, wat gebeurt er dus? Hallo? Probeer nu even te communiceren, mensen. Hallo? Hallo? Dat was gek. Oké, wel mensen, we zijn terug en ja, Skype die viel uit. Dus ja, hopelijk hadden jullie het begin van de video wel audio, ik weet het niet. Ik denk het wel. Toen ik met Mike heb gereplugged, toen deed alles het weer, dus het is... Don't know. Maar goed, in ieder geval, ik ga dus een kasteel bouwen deze episode, dus ja. Ik weet niet of jullie alles hebben meegekregen, maar het zal allemaal wel. Ik bleef gewoon even praten tegen mijn kijkers. Ja, ik ook. Een beetje dat er iets gebeurde met Skype, weet ik veel. Waarom gaat wiet tegenwoordig zo langzaam, man? I don't know. You don't know. You don't know me, bro. Heb ik boos? Ik gewoon 8000 op de vloer omdat het kan. Wat? Dat is ook weer niet de bedoeling. Oh, eigenlijk. Ground items wil je removed, godverdomme. Hey, hey, hey. Dat is oh, Giordi. Zo, het begin van mijn huis is er. Ik heb een heel handig systeem opgezet, dus ja. Oh mijn god. Wat is je systeem? Ja. Kregen jullie net ook even wat lag, of wat? Ja, een beetje. Oké. Maak je geen zorgen. Wilt vragen. Ik zal me geen zorgen maken. Dat is mooi. Dat is precies wat ik zei. Oké, wel. Nou, terug bij dit. Nu kan ik eindelijk 2 chests gaan maken en die gaan privaten. Oh, ik heb 2 chests. Oh mijn god. Zijn maken. Ja, ik moet weer iron gaan minen. Hier heb ik nog sticks aan. Dat is handig. Dicht, open, dicht. Oh, heb ik nog wat? Nu moet ik wat. Zo. Zo. Oké. Zo hebben we dat ook weer. Inderdaad. Oh, kut. Hey. Hou je daar eens even mee op, meneertje. Tegen wie heb je het? Tegen je oma. Oh, begin je nu ook over oma's? Nadak. Ik hou van oma's. Niet op die manier, Ronald. Zeg dat dan gewoon. Dan maak ik me helemaal bang aan. Ik maak gewoon heel simpel een huisje. Alweer. Dus je gaat weer gewoon in een grot leven. Nee. Ik ga niet in een grot leven. Oké. Ik ga voor de verandering een kasteel maken, serieus. Oké. Ik moet hier nog ergens een brand nieuw shovel hebben. Kijken, nou, op wat voor niveau gaan we het maken? Dit niveau, dus dan gaan we eerst al deze dirt maken. Heb ik wel sounds, jongens? Ja. Ja. Ik hoop echt dat dit wordt opgenomen. Ja, bij mij record alles gewoon nog en alles doet het nog gewoon weer. Bij mij, als mijn kijkers geen sounds hebben, maakt het dan in principe niet uit, want sounds zijn toch altijd heel laag en multiplayer bij mij, dus ja. Maar ik ga dus hier op deze berg, Mount Kilimanjaro, zo ga ik hem noemen, een kasteel bouwen, dus ja. Hoewel die berg hiernaast is hoger, maar whatever. Dat boeit niet. Deze berg is epischer. Eindelijk eens even flink wat papier. Zo, dan moet ik dit even weghalen. Dan kan ik weer boekenkastjes kopen voor iron. Bij mij wat? Boekenkastjes. Hoeveel iron? Wat dacht je van 1 boekenkast voor 5 iron? Ik weet niet, want het hele progres duurt fucking lang. 8 iron. Nu moet ik weer dat ding. Oké, hoeveel boekenkastjes wil je? Hoeveel heb je daar? Ik heb er 3. 3 graag. Oké. Kom ik binnenkort bij jou langs. Want het is zo langzaam dat het gaat. Dat is niet normaal. Ga maar meer farmen. Oh, wat doe ik nu weer? Dat weet ik niet. Wat doe je? Heel veel. Oh, oké. Dan is het goed. Ik heb dirt in de aanbieding. Wil iemand dirt hebben? Wil Giordi een modderhuisje bouwen? Een moddersculptuur? Nee. Even potten bakken. Het is het liefdeswater. Ga erin. Ben je weer aardig, Ronald? Wat? Mensen, het was aardig bedoeld. Bejauweld. Bejauweld. Het was aardig bejauweld. Ja, joh. Eens even kijken. Ik heb nog Giordi, waarom is jouw wereld zo verminkt? Ja, Giordi. Alles loopt schuin hier. Nou, ik weet precies hoe je dat moet oplossen. Alsjeblieft niet met die geile world edit, alsjeblieft niet. Hoe die server voor jou eruit zag, maar je gaat allemaal platen en... Ik weet hoe ik dat voor jou kan oplossen, oké? Giordi, op mij weer. Zo. Zo kun je kijkers het moeten daar nu naar kijken. Jongens, dit is de IP. Dit is een gamingkanaal.n10.nl. Maar je kunt er toch niet op, dus veel. Nee, dan word je acuut geband. Dus Maar je bent nu gedeopt. Ja, op mij. Oké, Ron, meester Ronald. Op mij. Niet zo agressief meteen, hè? Nou. Nee, Ronald, dat wil ik niet meer hebben. Dat pikken we niet meer. Nee, dat pikken we niet gewoon. Dat soort poepeligijn, dat is nou wel een beetje voorbij, hè? Dat pikken we niet. Nee, dat wordt niet gewaardeerd. Nee. Ja, het mag gewoon op. Amee. Het leven, Giordi. Met je YouTube-kanaal, oké? Ja, met je YouTube-kanaal. Gewoon stoppen met dit is een gaming-kanaal. Gewoon stop, gewoon. Oké, dan... Gewoon, ga niet weg, maar gewoon stop. Gewoon stop. Dat gewoon nooit eraf aan, joh. Gewoon stop en gewoon delete en gewoon weg. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ja. Het is klaar. Dan kan ShadowGames23 ook ophouden. Nee, dat kan niet. Giordi, waarom doe je dit nou? Giordi! Mensen zeggen allemaal hashtag scumbag Giordi hier in de comment. En nu krijg ik moeite met joinen. En waarom was dat stomme ding in beeld? Waarom nu crasht mijn Minecraft. Nu is mijn Minecraft gecrashed. Wat bedankt je emu-pik. Godver. Nou, het is weer tot leven gebracht. Waarom kon ik CP en nu lijkt het weer als de tering. What the fuck, Giordi? Wat heb je hem nou weer aangedaan? Oh mijn god, het leeft weer. Goedemiddag, hé. Hey, Jeroen, TP is naar mij. Hoezo? Daarmee moet ik hier dus dagelijks dealen, hè, met dat volk. Serieus. Wederzijds. Zonder mij was je ook niet zo groot geworden, Ronald. Oh! Maar wel dood. Oké, ik You're just jealous to my logo. Wat? Nah, just stop. Oh, ik moet al die deur weg gaan mijden, want dit gaat lang duren. Kijk, ik kan dat ding niet weghalen. Ik ga er heel veel schepjes heen. Alsjeblieft. Ronald de Graaf. What the fuck? Het is absoluut niet de epischste plek voor een kasteel. En het eigenlijk op een hele hoge berg gemoeten. Oh, heb ik maar ook... het is wel een mooi vlak stuk hier. Dus ja, ik vind het best een mooi plekje, wel mooi uitzicht en zo. En het hoeft niet fucking hoog, want dan zie ik ook helemaal niks meer. Dan zie ik alleen maar topjes van bomen. Nou, zie ik tenminste ook als ik wil aangevallen. Door volk. God bedankt. Wat? Heb ik je nu geholpen? Huh? Waarom? Maar heb je zijn koeien doodgemaakt? Nee. Nee, hij zei toch TP even naar mij, dus ik TP naar hem. Ja. Hij zei ik kan dat blokje hout niet weghalen, dus ik haal dat blokje hout voor hem weg. Ja. Dus ik geef hem vervolgens 2 koekjes. Zegt hij, hey Jeroen, kom eens. Heb je dit van me? Geeft hij me 2 flint. Waarom? Nou, ik heb nog wel iets beters. Ik snap het niet. Nee, het was een beetje gedroog. Hoeft ook. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks met durft. Zo. Doe maar. Ik ga een gecamoufleerd huis bouwen. Ronald. Ja. Ronald. Waarom? Ja, waarom Ronald? Waarom niet? Zeg geen grapjes, hè? Jongens, als je het echt slecht is om naar te kijken, dan... waarom zegt die first position zit? En waarom kan ik geen fucking blokje weghalen? Omdat het de world at it want is, jij dombo! Ja, uilenklomp dat je er bent. Pardon? Hier is dat uilenklomp is, man. Donut movies. Nee, nog niet. Als je naar mij wat gepeet, dan ga ik in Godmode en dan maak ik je dood. Nee, hier, ik wil je dit geven. Oké. Zo. Thank you, en nou oprotten. Maar Iron dan? Ja. Niet zo agressief. Gelukkig kun je lekker niet in mijn zwevende chest van hele. Niet zo agressief, Ronald. Ik heb lekker private, dus... Ik zou graag mijn Iron willen. Hoeveel was het? 8 per stuk, dus dat is 24. Tering, dat is best wel een goed stuk. Ronald, niet zo agressief, hè? Nee, Ronald. 24, zei je? Ja. Alsjeblieft. Koekje. En vergeet allemaal niet te abonneren 24, alsjeblieft. Op gratis Game TV. Iron. Want hij heeft nu 100 abonnees. Yay. Dankjewel. Dankjewel, oké. En het was even fijn om met je te handelen, jongeman. Ja, ja. Jongeman. Jongeman. Het zal een stuk sneller gaan als ik dit met TNT zou oplossen. Denk het niet, want dan moet je alles weer koppelen. Altijd iets van, jij bent echt iemand met TNT. Wow. Hacker. Wat? Ja, Ronald is gewoon een hacker. Ronald is een hacker. Zet het in de Waarom denkt iedereen toch dat iemand met de naam Ronald dat een hacker is? Laatst denk ik altijd dat Just Ronald een hacker is. Nou denk ik nu al dat ik een hacker ben, wat is dat toch? Ik ga deze nacht eventjes mobs slachten. Je kunt me toch niet inhalen met levels, kerel? Nee, dat denk ik ook niet, want ik heb net al mijn levels uitgegeven. Waaraan in Jezus naam? Hey, wapens en armor en zo. Alleen toen ging ik een deur maken, lol. Maar ik ben een deur moet maken, wel je gaat naar hout van hout en je zegt ik wil een deur. Nee, dat zei ik niet eens. Beter horen, meneertje. Beter horen.nl. Ik zei, ik ga nu even een deur maken. Gaat het liedje wat beter horen, toch? Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Kijk, dit moet ik nog allemaal wegmijnen. Jezus, hé. Nou, haal een betrekje weer erbij. Mol mode activate. Lol mode activate. Lol. Wat? Wat? Wat dacht je dat? Ik zei mol. Oh. Oh, ik verstond lol. Nee, mol. Ja, nee, ik verstond ook lol, Ronald. Moet je niets aan doen, Ronald. Maar jongens, hier gaan we een eind aan bereiden. We gaan zo meteen nog door, want ik wil dit gewoon klaar hebben. Want anders dan, ja, dus dat volk blijft niet maar langer. Dus ja, maar goed, laat allemaal even een like achter. Het zou echt gewoon enorm fijn zijn dat wij wat meer support voor jullie krijgen. Want you can never have too much support from the YouTubes. Dus ja, willen jullie nog wat zeggen? What the fuck? Klik even op het groene duimpje, abonneer. Ja. Tuurlijk. En dan zien we jullie... Volg ons op Twitter. Nee. Ah, je had moeten zeggen... Abonneer. Later. En dan zien we jullie weer volgende keer. Oh, oké, top. Dus ja, nou ja. En dan dat bombshell. Later mensen.